En van de landschapstuin naar de kruidenplantage, want die is hier ook, de kruidenplantage van Cor Peters in Witharen. Welke kruiden hebben jullie? We hebben heel veel verschillende soorten kruiden, bij elkaar wel bijna een kleine 1000. En dat zijn allemaal kruiden die gewoon hier in Nederland groeien en die we op een ayurvedische manier gebruiken. En dat houdt in? Dat houdt in dat je rekening houdt met niet alleen met de inhoudstoffen die erin zitten, maar ook met de energieën. En dat is heel belangrijk in de Ayurveda, want ieder kruid heeft zijn eigen energieveld om zich heen. En dat wordt in de Ayurveda onderverdeeld in 3 typen, Vata, Pitta, Kapha. En dat is heel belangrijk in de Ayurveda om dus de kruiden te gebruiken en te laten rangschikken. Welke pijn moet ik hebben om hier een kruid van te gebruiken? Nou, we staan hier bij een waterplant wat bijna iedereen wel kent. Dat is een kalmoes. En ik zeg het al, er staat water bij. Dus dan kun je bedenken aan een aandoening waarbij warmte de boventoon speelt. Dus als je een beetje een verhittende ziekte hebt, bijvoorbeeld koorts, maar ook een bepaalde temperament of stress, dan zoek je al gauw kruiden op die in een verkoelende omgeving groeien. Nou, dat zijn de waterplanten hier. En dat is hier de kalmoes. En kalmoes is een heel belangrijk kruid wat je gebruikt voor mensen met mind problems. Hè? Dus problemen. Dus mocht ik heel veel stressmomenten hebben tijdens de ZM op 11 Tour, dit gebruiken? Dan gebruik je kalmoes, ja. Absoluut. U heeft een hele bijzondere vrouw. Ja, klopt. Geweldig. Ja. En dat in Ommen. Ja. Zij heeft dit allemaal veroorzaakt eigenlijk. Ja, ja. Zij is het brein achter dit hele centrum, absoluut. Ja. Toen wij hiervoor in Amsterdam woonden, toen had ze een volkstuintje heb ik toen gehuurd voor haar. En binnen de kortste keren was het een hele Indiase sfeer daar. Dus dat is heel erg belangrijk voor haar. Hoe kom ik aan jullie kruiden? Die kun je bij ons bij de website kun je kijken en dan kun je ze kopen. En we zijn nu ook bezig om ze ook echt op de Nederlandse markt te krijgen. Dus bij de via de drogist. Ja, klopt. Wat is jullie website? www.aju.nl. Ja. Veel succes allebei. Dankjewel. In Nederland. Ja, dankjewel.